Also, a warm welcome for our guests from abroad. That is our partner city, Gudelijk in Hungary, and our partner Städte Mürfelde-Wallof, Deutschland. En onze bijzondere hartelijke welkom voor de gasten van vanavond, de heer Jacques Tichelaar, commissaris van de Koningin in Drenthe, mevrouw Serra Sariaslan, Nederlands jongerenvertegenwoordigster bij de VN, de heer Frans Wijslas, voorzitter van de Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties, Denking 45 Wageningen, de heer Joost van Oostrum, burgemeester van buurgemeente Rhenen en natuurlijk de heer Geert van Rummet, burgemeester van Wageningen. And also a very warm welcome to the delegation of Hull, England, and our special guest, a man with 93 years of experience, John Ainsworth, chairman of the Normandy Veterans Association. En natuurlijk de meer dan 1500 atleten verzameld in 62 verschillende lopersgroepen die hier zijn om het bevrijdingsvuur op te halen en om er in hun eigen provincie of woonplaats het vuur van de vrijheid mee te kunnen ontsteken. Vrijheid is jezelf kunnen zijn. Hier in Nederland, maar ook in Syrië of in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Oekraïne of elders op de wereld. Soms subtiel en bijna onmerkbaar, dan weer grof en gewelddadig kan vrijheid onder druk worden gezet. Van mensen wordt dan geëist dat ze zich aanpassen aan anderen. Soms aan de meerderheid, soms aan een minderheid. Wie zich niet aanpast, wordt uitgesloten, onderdrukt of zelfs vermoord. Je mag niet laten zien wie je bent, wat je gelooft of wat je voor een ander voelt. De bescherming die de universele verklaring van de rechten van de mens ons biedt, is gebaseerd op wederkerig respect. Geen enkele groep heeft meer rechten dan een andere. Gelijke bescherming is een hoeksteen van de rechtsstaat. Als het gaat om de vrijheid van meningsuiting of van godsdienst en levensovertuiging, kan het recht van de een niet worden gerealiseerd zonder een gelijk recht voor de ander. Vrijheid is ondeelbaar. Maar vrijheid staat of valt wel bij de ruimte die we elkaar bieden. Mijn vrijheid staat of valt met de vrijheid die ik jou bied. We zijn immers op elkaar aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten. Is iets anders dan alleen je eigen gang gaan en je niet met een ander bemoeien. Mensen moeten elkaar zien staan. Vrijheid bestaat alleen op basis van wederkerigheid. Het was hier, op deze historische plek bij Hotel de Wereld in Wageningen, in 1945, dat Nederland zijn vrijheid terugkreeg. Nadat deze 5 jaar door de Duitse bezetter was beknot in een oorlog die miljoenen andersdenkenden en andersgelovenden niet alleen hun vrijheid, maar ook hun leven kostte. Het zijn die mensen die we vandaag herdenken. Het is dat moment en die bevochten vrijheid die we morgen vieren. Om de overgang van herdenken naar vieren te markeren, ontsteken de traditiegetrouw om klokslag 12 uur het bevrijdingsvuur, dat gedurende de 5e mei de hele bevrijdingsdag blijft branden. Dat ontsteken om 12 uur wordt voorafgegaan door een programma met een boodschap. Over enkele minuten een voorstelling van het theatercollectief De Waterlanders, geïnspireerd op het Nationaal Bevrijdingsmonument in de volksmond Naakte Gerrit van beeldhouwer Han Richters. Met zang van sopraan Helene Kroes en een choreografie van danser Erik Vos en 4 lichtgevende objecten worden we aangespoord te overdenken wat wanhoop, bevrijding en herdenken voor ons betekenen. Tonight.
onderwijs niet toegankelijk is voor iedereen. Waar mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Waar minderheden worden buitengesloten van de samenleving omwille van religieverschillen of levensovertuiging. Keert deze vrijheid zich om in asociaal gedrag? We willen anderen onze definitie van vrijheid opleggen, maar zonder rekening te houden met de wensen van anderen keert dit zich om in dictatuur. Vrijheid wordt ook doorgegeven van generatie tot generatie. Onze voorouders en voorvaderen hebben de gruwelen van de oorlog en de gevolgen ervan tot op de dag van vandaag met zich meegedragen. Zij hebben hun kinderen en kleinkinderen geleerd om dankbaar te zijn voor de vrijheid waarin wij nu leven. Of bijvoorbeeld mijn grootouders, die als gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen en die hier hard hebben gewerkt om hun kinderen en kleinkinderen een beter bestaan te kunnen geven en hun in alle vrijheid te laten opgroeien. Zij hebben samen gestreden voor een Nederland waar saamhorigheid, tolerantie en respect de boventoon voeren. Dagen zoals 4 en 5 mei en de betekenis ervan mogen niet worden vergeten. Het is nu onze beurt om dezelfde normen en waarden waar we met z'n allen trots op zijn en waar Nederland bekend om staat, door te geven aan de volgende generaties. Dit moeten wij samen doen door de wijze lessen die onze geschiedenis ons heeft geleerd, nu toe te passen en in de toekomst. Dank jullie wel. That's not what happened. Okay. Is this Mr. John Ainsworth? It's an honor for me to give you the fire.
to bring it to Pearl Island. To make it a delight to be here and then again. Me, have a good mind. I'll hold the stick. Great, that's great. It's good for the swap. Mr. Mayor, ladies and gentlemen, I regret that I can't speak to you in your own language, so you'll have to forgive me and just bear with me for a little while. I won't keep you long. I'm a man of few words. But I want to tell you the story as we see it. And it starts off with the story that the Netherlands, along with other nations, suffered 4 years of occupation and slavery imposed by Nazi Germany until 1944. May 8th, 1944, brought victory in Europe Day. And liberation for all those nations who suffered under the oppression. This historic event led to the birth of the torch of liberation as we understand it. A symbol of freedom. We know that remembrance is a large part of its being. But from our point of view, and I suspect from all of your point of view, not the only part, because it also intended to inform and educate future generations of the value of the freedom that they should continue to enjoy. That freedom is priceless. It's priceless, and it cost us in my generation such a high cost to ensure that freedom was restored to the people of Europe. I'm so proud and so honored to be here representing my branch of the Normandy Veterans Association this year here, our final year, before we finally have to wind up. But I'm very honored also to represent that branch and also to represent my city, the city of Kingston upon Hull in Yorkshire. I'm here greatly honored, highly delighted, partially terrified, I am here to carry the torch back home. And I want to thank your committee for all the help that they've given us in making this possible. And I want to thank all of you good citizens of the Netherlands who have made us so welcome on the years that we've been coming back here in pilgrimages, and where today, and while we're here this week, you are making us so welcome again. Thank you very much for having us and entertaining us. It's been a wonderful experience. Thank you very much. Ziet eruit een hele fitte jongen. Ik krijg net een dringend advies voor jullie.
dat je vooral op de dijk moet blijven lopen. Kennelijk lopen jullie er dus regelmatig vanaf, begrijp ik, van deze meneer. Niet doen, niet het water inlopen. En een lekker 140 kilometer naar Medemblik. En ga ervan genieten onderweg. En ik hoop dat je het vuur daar helemaal brandend aanbrengt. En dat je morgen geniet van een prachtige bevrijdingsdag. En nu gaat het naar het oudste bevrijdingsmonument van Nederland. Heb je nog in Medemblik? Ja. Oké. Het monument is het enige monument wat al in de oorlog geplaatst is. Maar dan moet je wel wat toegelopen. Ja, dankjewel.